ja, dan zeg ik de Slotberg in menige toeren tappen. Daarmee ook met een verschrikkelijk lastige berg. Niet te onderschatten overigens. Maar het is wel een beetje een Nederlandse berg, dus het is altijd wel een prettig gevoel om daar omhoog te rijden. Zeker in de toeren. En ja, daar rij je toch vaak net een trapje harder. Nog. Ja, ik ben ooit nog gestopt bij mijn vriendin. Tijdens de toeren. En ja, maar weet je, het is gewoon afzien, klaar. En met name voor de mensen die daar straks 6 keer omhoog gaan fietsen, ja, een beetje af zou ik zeggen als ik hem op had. Maar ik zou zeggen, onderschat hem niet, heb vooral respect voor die berg. Net de berg ook bij respect voor jullie. En zorg dat je op het moment dat je aan de stad staat, dat je fit bent, dat je weet dat je er klaar voor bent, dat je er eens gewerkt hebt. En dat is niet alleen dat je fietsen mooi blinkt en dat je ketting in de olie staat, maar ook dat je gewoon gezond bent. Lichaam, geest, alles. Dan ben je al echt een heel eind. Als ik denk aan Alpe d'Huez, dan denk ik vooral aan de massa's mensen die daar natuurlijk staan bij de welbekende toerritten. Maar mijn meest levendige herinnering aan Alpe d'Huez is toch een blikje cola. Dat reed die dag voor mijn doen in ieder geval heel goed. Ik ben niet echt een typische klimmer, maar die dag zat ik wel mee met de beste. In ieder geval nog tot aan de voet van Alpe d'Huez. Gedurende de klim ging het nog steeds goed, tot een kilometer of 5 onder de top. Waarna ik een echte welbekende hongerklop kreeg. En een kilometer of 2-3 onder de top. Zag ik ineens voor me een blikje cola verschijnen. Ik had op dat moment echt een tunnelvisie, ik zat volledig in de wak, kwam niet meer vooruit. En nou, natuurlijk pakte ik dat blikje cola aan, de zoveelste al van die dag. En achteraf hoorde ik pas eigenlijk dat blikje aangegeven werd door mijn zwager. Op dat moment zag ik dat helemaal niet en zag ik alleen maar dat blikje cola. Dus vandaar de gedachte aan dat blikje cola. En dat heeft me wel de laatste kilometers nog die berg opgeholpen. En dat is meteen ook gelijk een tip voor alle deelnemers aan Alpe d'Huez. Let goed op je eten en vooral ook goed op je drinken, zeker als het warm is. De eerste keer is allemaal gaan, maar daarna wordt het steeds lastiger. En zeker aan het eind van de dag is het natuurlijk een hele slopende dag geweest. En dan loert de hongerklop. Veel succes, alle deelnemers van Alpe d'Huez.